Fijn dat u ons weer weet te vinden. Straks bezoeken we het Smalspoor Museum in Katwijk. Hebben we informatie van de gemeente? Maar eerst... Trots op mijn moeder. Mijn moeder, geboren in 1897, zou model kunnen hebben gestaan voor het standbeeld van de Scheveningse vrouw op de boulevard. Ze lijkt er als twee druppels water op. Ze werd geboren als de jongste van 9 kinderen en woonde op de Westduinweg, waar haar vader een winkel had voor kruidenierswaren en manufacturen. Zij mocht van haar vader geen boetster worden. Ze ging in de leer bij een naaivrouw. Toen ze 14 jaar werd, ging ze voor het eerst een ijzer dragen. Haar vader vond dat ze geen ouderwets klein ijzer mocht dragen, maar een moderne met langere beugels. Vanaf dat moment droeg ze dat altijd buitenshuis en is de Scheveningse dracht haar leven lang trouw gebleven. Ik ben daar trots op. Hoewel uitjes naar het strand in die tijd voor Scheveningse vrouwen geen dergelijkse kost waren, zien we hier mijn moeder toch in dracht voor het seinpost in 1914. De Scheveningse dracht mocht niet op zijn mooist gedragen worden als er rouw in de familie was. Jaren diende men dan in het zwart te lopen. Als je dan in zo'n rouwperiode ging trouwen, was de trouwfoto erg sober. Een bijzonderheid hierbij was dat vanwege de kostbare stof de stof zwart werd geverfd. Tijdens de oorlog moest ons gezin in verband met de Atlantikwal vanuit Scheveningen evacueren. Na eerst in de Hasselse straat te hebben gewoond, dienden we als gevolg van de uitbreiding van het sperrgebied daarna te verkassen naar de Olmstraat in Rijswijk. Tijdens een bezoek aan Den Haag hoorden we vliegtuigbommen vallen en mijn moeder trachtte mij te beschermen door mij onder haar schoudermantel te stoppen. Desondanks was het een angstige ervaring. Uiteindelijk konden we in november 1947 terugkeren naar Scheveningen en gingen we ter kerke in de Bethelkerk in het oude dorp Scheveningen. Of tijdens die bezoeken een schoenmantel werd gedragen, maakt mijn moeder zelf uit. Mijn vader diende zich daarmee niet mee te bemoeien. Tijdens de dienst kwamen onder haar schort uit een sneerschat pepermuntjes vandaan. Vanaf de zomer in 1948 konden mijn ouders, mijn zussen en ik weer gemakkelijk naar het strand. Hoewel pootjebaden voor een Scheveningse vrouw in dracht niet gebruikelijk was, gebeurde dat wel eens. Meer gebruikelijk was dat je als prenter een reisje op een visserschip meemaakte. Als je dan uitvoer, stond een rijtje Scheveningse vrouwen in dracht uit te zwaaien bij de haven of bij de semafoor. Elke zaterdag diende ik op mijn fiets naar de mussenwasser te gaan om de mutsen van mijn moeder te laten wassen, glans te stijven en te plooien. Hiervoor was een specifieke handigheid vereist en speciaal gereedschap. Hoewel mijn zussen de dracht niet hebben gedragen, gingen ze wel af en toe in dracht op de foto. Mijn tantes bleven de dracht wel trouw. Op de bruiloft van mijn jongste zus, eind 1957, zie je evenveel meuës als er nu in geheel Scheveningen rondlopen. De eerste kleurenfoto van mijn ouders in dracht werd in april 1959 gemaakt en uiteraard tekende mijn moeder in dracht het huwelijksregister bij mijn huwelijk in 1966. Op de receptie waren in dracht ook aanwezig de schippersvrouw Trientaal en een nicht van mijn moeder. Zij was hoofdvrouw op de boetszolder. Begon ik met te vertellen dat ik er trots op was dat mijn moeder altijd een dracht heeft gedragen. In 1994 werd ik verrast met foto's van mijn dochter in dracht. Nodeloos te vertellen dat ik er als volbloed Scheveninger ook erg trots op ben.
Dennis en Hans bezochten een smalspoormuseum in Katwijk. Nou, ik sta hier bij een prachtige brandweerwagen. En deze komt uit Wateringen. Kunt u iets van dit voertuig vertellen? Nou, dit voertuig, dat is de AFOT. En die is, heb jaren op Wateringen dienst gedaan. En we hebben hem nou helemaal gerestaureerd. En hij loopt perfect. En toen kreeg, hoe was hij eraan toe? Hij was nieuw toen we hem kochten. Hij is van 1930. Okay. En heeft u er ook dienst op gedaan op deze wagen? Nee, ik heb geen diensten meer opgedaan. Maar ik, als het nodig was, werd die, we hadden een keer bij Revao een grote brand. En toen hebben we hem ook nog bijgezet om water te spuiten. Okay. Ja. Is het nou veel werk om zo'n wagen bij te houden? Het onderhoud en als er iets kapot is, dan moeten we onderdelen en die moeten speciaal gemaakt worden. En dan wel fijn dat je dan nog een dag zoals vandaag even mag laten zien wat jullie bijhouden. Ja, nou dat is zeker. Ja. Waarom zitten er nou zoveel van die Omdat als je veel water nodig had, dan neem je een grotere. En heb je een kleine, dan namen ze een kleinere. Okay. Ja. Zeg maar door druk toe te passen. Ja. Okay. Ja. Die wordt ook op een diepwaaier. Ik zal het zelf niet uit.
Hij maakt helemaal niet wat ik heb op het weer, hè? Goed, hij heeft hem gewoon weer gekocht. Ik sta naast Gerrit Vroeg van de stoomspuit uit Gorinchem. Gerrit Vroeg. Oké, Gerrit Vroeg. Waar staan wij voor, Gerrit? Dit is een brandspuit en de pomp werkt middels stoom. Ja. Uit welk jaar is die? Hij is van 1910. En waar werd hij gebruikt? Waar werd hij ingezet? In Gorinchem. Hij is altijd in Gorinchem geweest. Ja. En nou, hij heeft echt dienst gedaan tot 1920 ongeveer. En daarna is er een motorspuit gekomen en is alles meer geautomatiseerd. En toen is de stoomspuit een beetje opzij gezet. Alleen voor grote branden werd hij dan nog gebruikt. En dat heeft geduurd tot 1940. 1940? Ja. Tot begin van de Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog. Toen kwamen er ook motorspuiten van de luchtbescherming, hè, zoals dat toen heette. Dus ja, toen was de brandweer goed voorzien eigenlijk van materiaal. Maar hij altijd met paarden? Hij is altijd met paarden, is er altijd gewerkt. Hij stond toen hij aangeschaft is bij ons bij de gasfabriek. En als er dan een brandmelding kwam, dan de stoker van dienst die schepte vanuit zijn vuur de kolen er gelijk brandend in. En daar waren ook paarden vanwege het kolentransport. Die konden gelijk ingespannen worden. En volgens de verslagen was hij met 11 minuten blusvaardig. Dus het was voor die tijd best snel. 11 minuten, dan was hij bij de brand. Nou, kon die bij de brand zijn, maar dan kon die in ieder geval een aanvang nemen met pompen en blussen. Ja, ja. Ja, dat is wel altijd, hè. Hij helpt het. Ja, weet je hoor. Ben je nog een beetje stoer, of niet? Ja. Hij is heel erg stoer, zeker. Dan durf jij wel een kooltje in het vuur te scheppen. Tuurlijk wel. Ja. Doe maar, hand uit je mouwen. Hiermee zo. Dat zal helpen hoor. Ja. Even schudden. Goed zo. Hey. Nee, maar kijk eens ook bij de brandweer, hè. Ik heb het in de gaten hoor. Vuurtje stoken kan je een klein beetje in simpel Nederlands, want ik snap het niet helemaal, uitleggen wat dit is. Ja, ik zal er even dichterbij gaan staan. Dit is de stoomketel. Die genereert stoom. Gaat via deze dikke pijp naar de cilinders toe. Die worden gaan op en neer. Die maken een op en neer gaande beweging. En daaronder, kijk, zo gaat dat. Hieronder zit een pompenblok. En dan middels deze dikke slang, die wordt aan de andere kant vastgekoppeld. Zo wordt het water opgezogen. En hier de brandslangen, zeg maar, aangekoppeld. En dan was de capaciteit van de pomp 1200 liter water per minuut. Per minuut. Per minuut. Dat is voor die tijd al een hele vooruitgang. Want daarvoor hadden we de handpomp. En ja, dat ging lang niet zo snel. Nee. En als je het nou vergelijkt met tegenwoordig, hoeveel per minuut gaat er dan doorheen? Dan gaat het dan gauw op 3000 liter per minuut. Ja, ja. Hè? Ja. En soms nog veel groter. Ja. Ik begrijp dat die van Bickers is. Ja, het is een pomp van Bickers. Die hebben hem gebouwd in Rotterdam. Voor deze stoomspuit heeft Gorinchem er nog een andere gehad. Die was ook gebouwd door Bickers. En die is afgeleverd ongeveer 1897. Maar die was na 10 jaar werd die al afgekeurd. Toen al. Dus dat was heel snel. Ja, toen moest Gorinchem toch weer een nieuwe of iets nieuws kopen. En toen was er al een overweging om een motorspuit te kopen. Ja. Maar er was iemand in de gemeenteraad, die was een garagehouder, die achtte de magneetontsteking nog niet betrouwbaar genoeg voor een bluspomp. Okay. Dus toen werd het toch weer een stoomspuit. En Bickers gaf ook nog 10 jaar garantie. En ze waren natuurlijk ook een beetje, ja, ze hadden een goedmakertje nodig voor de gemeente. Ze waren ook het goedkoopste met de aanbiedingen.
En dat scheelde heel veel. Ik begrijp dat hij geen gewone sirene heeft. Nee, daar hebben wij altijd iemand bovenop staan. Die blaast op de trompet. Die meneer die is net even weg. Maar ja, die met het rondrijden, dan is dat een imposant gezicht. En uiteraard de stoomfluit erbij, hè? Ik heb hem wel gehoord straks. Ja.
Den Haag heeft een grote opgave op het gebied van woningbouw, beheer en onderhoud en mobiliteits- en energietransitie. Om te zorgen dat onze stad ook in de toekomst aantrekkelijk en bereikbaar blijft, zijn werkzaamheden nodig. De gemeente spant zich in om hinder hiervan zoveel mogelijk te beperken. Team Bereikbaarheidsregie voert regie op de planning van alle activiteiten op het hoofdroutenetwerk, het netwerk Bereikbaarheidsregie. Een flinke klus, waarbij we 5 tot 10 jaar vooruit moeten kijken. Dit vraagt om inzicht in wat ons te wachten staat. Zowel binnen Den Haag als in de regio. Het is dus belangrijk om uw werkzaamheden zo vroeg mogelijk aan te melden. Alle aangemelde werkzaamheden met invloed op het netwerk Bereikbaarheidsregie worden opgenomen in onze meerjarenprogrammering. Alleen dan kunnen wij vroegtijdig kansen en knelpunten signaleren en is er voldoende tijd om te zoeken naar passende oplossingen. Voor alle werkzaamheden in Den Haag heeft u toestemming nodig. Voor werkzaamheden op het netwerk Bereikbaarheidsregie moet u de zogenaamde BVC-procedure doorlopen. Hiermee krijgt u een definitief uitvoeringsvenster toegekend. 9 maanden van tevoren is een BVC-plan vereist. Voor werkzaamheden op het 18-maanden-netwerk minimaal 18 maanden van tevoren ook een BVC-hoofdlijnenplan. Deze BVC-plannen worden getoetst door het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg. Hierin beoordelen we samen met wegbeheer, communicatie, HTM en nood- en hulpdiensten of de werkzaamheden kunnen plaatsvinden. En de stad voor iedereen bereikbaar blijft. We toetsen aan onze richtlijnen, controleren de tijdelijke verkeersmaatregelen en kijken welke communicatiestrategie het beste past. We bekijken altijd of uw werkzaamheden slim te combineren zijn met andere werkzaamheden. Zo verminderen we overlast en blijven we efficiënt gebruik maken van de ruimte. Eenmaal goedgekeurd wordt uw werk zichtbaar op de interactieve kaart. En krijgt uw werk ook een plek in ons uitvoeringsprogramma, dat jaarlijks wordt vastgesteld door het college. We willen natuurlijk voorkomen dat uw werkzaamheden vertraging oplopen, waardoor anderen niet van start kunnen gaan. Daarom is een robuuste planning cruciaal. Zijn er veranderingen in uw planning? Neem dan direct contact op. Zo voorkomen we verrassingen en zorgen we samen voor een bereikbare stad. Zo, als je niemand verwacht, is het altijd verdacht. Dus, wat ze ook verzinnen, laat ze niet binnen. Mijn Den Haag is uw persoonlijke online omgeving van de gemeente Den Haag. U regelt hier snel, veilig en gemakkelijk uw zaken met de gemeente. U kunt in Mijn Den Haag uw gegevens inzien en wijzigen. Uw facturen bekijken en betalen. En de status volgen van uw aanvraag. Voordelen Mijn Den Haag. Wanneer het u uitkomt, waar u wilt en zonder te wachten. Zo heeft u alles binnen handbereik en houdt u nog tijd over ook. U logt 1 keer in en vindt al uw gegevens overzichtelijk op 1 plek. Veilig met DigiD. Maak het u zelf makkelijk en kijk nu op mijndenhaag.nl. Hallo. Hi. Wilt u pinnen? Heel graag, alsjeblieft. Vraag waar de melk staat. Hier aan het einde van de trap, aan de rechterkant. Die mevrouw denkt dat ik mijn pincode invoer, maar het is mijn postcode. Ja? Dames en heren. Ja, deze onschuldige mensen hebben zojuist aan meekijken terwijl ik mijn pincode intoetste. Ja, ga er maar vandoor.
Het volgende wat ze zouden doen was mijn portemonnee stelen. En daarna mijn hele rekening leeghalen. En weet u wie de makkelijkste slachtoffers zijn? Nou, ja, u mevrouw. U ook. En u. Wij mensen op leeftijd. We laten ons niet meer beroven. U toch ook niet? Want ze doen het op verschillende manieren, hè? Betaal nooit een groot bedrag aan een zogenaamde bekende die u daarom smeekt via een WhatsApp of een sms. Laat niet zomaar iemand in huis die zich naar binnen probeert te babbelen. Klik niet op nepmailtjes van een zogenaamde bank. En helemaal niet op mailtjes die u gouden bergen beloven. En laat vooral niet over je schouder meekijken als we onze pincode intoetsen. Criminelen zijn met velen. Maar wij 50-plussers zijn met meer. Ja. Scherm daarom bij het pinnen altijd uw pincode af. En wordt er wel over uw schouder meegegluurd, stop dan onmiddellijk. En vraag of de persoon een stap achteruit gaat. Voor meer tips, kijk op maakhetzenietemakkelijk.nl. Fijne dag, Felicity. Fijne dag, meneer. Toch slachtoffer geworden? Schaam u niet en doe gewoon aangifte. De 30 minuten zitten er weer op. We hopen dat er iets voor u tussen zat. Graag tot ziens.